Ronnie Tamsiran is vandaag naar zijn laatste rustplaats gebracht. De ex-parlementariër is dinsdagavond op 57-jarige leeftijd heen gegaan. Tamsiran, die lid was van de politieke partij Percaya Luhur PL, leed aan longkanker. In het PL-partijcentrum is er vandaag afscheid genomen van de gewezen topper van de partij. Namens de PL heeft Tamsiran ruim 20 jaren in de Nationale Assemblée gediend. PL-voorzitter Paul Somoharjo meent dat met het nalatenschap van Tamsiran de partij verder moet gaan met haar ontwikkeling. De partij is Tamsiran ook erkentelijk omdat het onder andere vanwege zijn inzet is dat de partij vandaag de dag nog bestaat. Somoharjo zegt dat jonge politici een voorbeeld kunnen nemen aan de verdiensten van Tamsiran. Nu zijn wij inderdaad aan het verjongen. Dat ik een voorbeeld van me, Trangabribi, PLNCB. Een voorbeeld van trouw, betrouwbaarheid. Het kan niet anders vanaf zijn aantreden als parlement, als gekozen parlement, is hij vanaf 1996 tot en met 2000. Let op zijn populariteit, altijd wordt hij gekozen. Bissatsa, 96, 2000, 2005, 2010. 20 jaar lang. Een man dien af volk. Dienaar van het volk. Hij verdient meer eer. En daarom in een eerste voorzitter. Ik word allemaal de eerste voorzitter, omdat ik ben denk ik dat allemaal jonge moromi. Hij is zeker 20 jaar ouder, jonger dan mij. Dus ik ben denk ik altijd inbehoren voor die. Maar ja, wij als mens plannen. Maar de almachtige beschikken. Roxana Tamsiran, zus van Ronnie Tamsiran, zegt dat de familie ingenomen is met de tijd en moeite die de PL heeft genomen om haar broer op deze manier de laatste eer te bewijzen. Mijn broer heeft niet alleen veel betekend voor de partij, maar ook voor de familie. Ronnie ook voor ons heeft betekend. Ja, we kunnen het niet in woorden omschrijven. We kunnen vandaag over hem vertellen. En morgen zijn we nog niet klaar. Hij heeft ons ook zoveel goed gedaan. Ja, broer Ronnie, dankjewel. Roxana Tamsiran, zus van de gewezen PL-ondervoorzitter Ronnie Tamsiran. Zij sprak vandaag tijdens de afscheidsceremonie van haar broer Ronnie Tamsiran in het PL-centrum te Beekhuizen. Hij stierf dinsdagavond op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.